Als je hier bij Jehovens Getuigen nadat je gedoopt bent stopt, zijn er altijd consequenties. Er wordt zelfs gezegd dat mensen die afvallig zijn, die worden ook geportretteerd als kinderen van Satan, als beïnvloed door demonen. Maar pas op het moment dat je zelf uitgesloten bent, dan weet je dus pas, oh, dit houdt het dus in. Je raakt echt iedereen en iedereen raakt je kwijt. Jehova's getuigen. We kennen ze sinds jaar en dag van de bezoekjes aan de voordeur met daarbij het tijdschrift De Wachttoren in hun hand. Ze spreken van de aanstaande ondergang van de wereld. Armageddon, de definitieve oorlog tussen regeringen op aarde en God. Ze geloven dat alleen Jehova's getuigen die oorlog zullen overleven. Ze leven grotendeels hun eigen leven, waarin de contacten met de buitenwereld zo spaarzaam mogelijk blijven. Alles wat in de wereld buiten de organisatie plaatsvindt. De wereld wordt sowieso gezien als een plek die je moet haten. Want als je van de wereld houdt, zeggen ze, dan is het alsof je God haat. Ja, dus het wordt heel erg zwart-wit gesteld, wat heel weinig ruimte laat voor nuance of individuele situaties. Stel dat jij een baan hebt of je zit op school, dan mag je alleen maar contact hebben uit noodzaak met je collega's op je werk of met je klasgenoten. Buitenschoolse activiteiten is noddam. In mijn geval wou ik naar de toneelschool toe of helemaal onder atletiek, want dat is het enige waar ik goed in was, en hardlopen, mocht dus niet. Ik spreek voor deze reportage diverse mensen die de Jehovah-organisatie in de loop der jaren hebben verlaten. Dat had grote gevolgen. De levenswijze van de Jehova's is gebaseerd op de eigen interpretatie van de Bijbel. Kinderen van Jehova's getuigen worden soms al op vroege leeftijd gedoopt. Met de doop beloof je getuige te zijn voor de rest van je leven. Ik ga langs bij ex-Jehova-getuige Francis Peters. Ze begeleidt mensen die uit de organisatie willen stappen. Je bent geboren en getogen bij de Jehova's getuigen. Op welke leeftijd ben jij gedoopt? Ik was 15 toen ik werd gedoopt. Ja, het was erg jong. Ik wilde zelfs eerder, maar mijn moeder hield dat ook een beetje tegen. En ik begreep eigenlijk niet goed waarom. Want ik dacht, nou ja, als dit toch de waarheid is, dan kan ik er bij wijze van spreken niet vroeg genoeg mee beginnen. En dat werd ook op aangemoedigd intern. Ja. Maar dat is voor je hele leven en daar word je aan gehouden. Als je niet aan die regels houdt. He, dus, en dan hebben we het over regels die zijn gebaseerd op de interpretatie van Jehova's getuigen van de Bijbel. Ja. Als je daar niet aan houdt, dan betekent dat dat je kan worden uitgesloten en dat de familieleden en ook de hele vriendenkring waar je mee opgegroeid bent, dat die je gaan mijden en dat je uitgesloten wordt. En dat heeft een enorme impact. Dat geldt zeker ook voor een andere ex-Jehova-getuige, Gideon Nachtegaal. Ik spreek met hem af op het strand van Scheveningen, voor hem bekend terrein. Met het strand en de zee heeft hij een bijzondere band. Hij komt hier dan ook regelmatig. Het is heel ontzaginboezemend. Het geeft me altijd een soort van rust. Ik kan heel goed nadenken. En zeker sinds ik eigenlijk uit Jehova's getuigenreligie ben gestapt. Ja, is mijn kijk op de wereld heel anders geworden. En dit geeft me altijd een soort van rust en dan kan je heel goed nadenken. Gideon en zijn huidige vrouw trouwden vorig jaar op dit strand. Zo'n beetje op de enige dag dat het mooi weer was die maand. Ik had een cabrio gehuurd. Ik ben met de cabrio-dak ben ik hierheen gereden, open, en ik ben ook weer teruggereden. En daarna begon het te regenen. Wij reden Groningen binnen, want daar woon ik nu. En precies op het moment dat ik Groningen binnenreed, moest ik het dakje dicht doen. Dus we hadden echt precies zo'n... Als ik nog in God zou geloven, dan zou ik bijna zeggen dat hij er iets mee te maken heeft. Gideon is eerder getrouwd geweest met een vrouw die ook bij de Jehova's zat. In die tijd is hij vreemd gegaan. Hij moest daarom binnen de Jehova-organisatie verschijnen voor een comité van mannen. Om verantwoording af te leggen voor wat hij volgens de Bijbel verkeerd had gedaan. Die hebben een verhaal aan je en die gaan kijken of jij spijt hebt, wel of niet.
En uiteindelijk had ik geen spijt. Je had een andere vrouw leren kennen. Ik had een andere vrouw leren kennen. En daar moest ik eigenlijk afstand van doen en terugkomen bij God. Dat was eigenlijk de boodschap. En ik dacht van, ja, maar ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Hoezo moet ik daar dan afstand van doen? Het gevolg was dat hij werd uitgesloten. Gideon kreeg nog 2 weken de tijd om in beroep te gaan tegen die uitsluiting. En pas na 2 weken wordt het omgeroepen. Dus in die 2 weken, en dat is zo'n rare maas in de wet, kan je nog contact hebben met je familie en kan je dus mededelen dat je... Weet je, het lijkt bijna alsof je terminaal bent. En over 2 weken komt te overlijden. Want dan, je gaat een soort van afscheid nemen van je familie en van je vrienden. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb gewoon met mensen gesproken, een soort van afscheid genomen. En dan ineens, 2 weken later, wordt het dan omgeroepen. Dan wordt dan op een openbare vergadering wordt er gezegd van dat Gideon Nachtegaal niet langer een onderdeel is van deze organisatie. En echt op die avond, dan zit je gewoon op WhatsApp te kijken. En vrienden en familie, waar je dan eigenlijk 2 dagen daarvoor nog contact mee heb gehad. Je ziet dan ineens eigenlijk al die profielfotootjes hier grijs worden, omdat dan gaan ze je blokkeren. En dat was voor mij het eerste moment dat het bij mij pas binnenkwam. En dat ik pas echt begreep, want ik ben zelf natuurlijk ook Jehovah's getuige geweest, 43 jaar lang. Ik begreep hoe uitsluiting werkte. Maar pas op het moment dat je zelf uitgesloten bent, dan weet je dus pas, oh, dit houdt het dus in. Je raakt echt iedereen en iedereen raakt je kwijt. En zij kijken ook naar jou alsof je dood bent. Dat is eigenlijk gewoon... Mijn kinderen worden ook vaderloze kinderen genoemd. Dat is eigenlijk wat het is. Wat doet dat dan, denk je? Ja, dat is, ja... Ja, ik heb niks... Ik kan het bijna niet onder woorden brengen. Het is echt gewoon... Je bent echt helemaal kapot ervan. Het verhaal van Gideon is het verhaal van vele ex-Jehova's getuigen. Alle sociale contacten die je hebt binnen de gemeenschap worden stopgezet zodra je uit deze religieuze organisatie stapt. Dit heet shunning. Het verhaal van Wim de Goeie uit het Achterhoekse Heelweg is niet anders. Ook hij verloor vrijwel al zijn contacten toen hij het geloof verliet. Daarnaast herinnert hij zich de beklemmende leefomgeving die de wereld van de Jehova's getuigen vorm was. Ik zal één voorbeeld geven wat me het meeste zeer gedaan heeft. Ja, ik had altijd graag voetballen en dat deden wij vroeger ook, op het veldjes naar school. Maar dan was het woensdagmiddag en dan gingen de kinderen waar ik mee voetbalde, die gingen naar de voetbalclub om te trainen. En zaterdags hadden zij een voetbalwedstrijd en dat mocht ik niet. Je bent altijd een buitenbeentje, want je mag niet meedoen aan verjaardagen, niet mee aan schoolreisjes van 3 dagen lang, niet aan schoolfeesten, al dat soort dingen. Je bent altijd een buitenbeentje. En als je een kind wil geen buitenbeentje zijn. Ik ben niet volledig kind kunnen zijn. Ik moest ook mee langs de deur. Op een gegeven moment deed je dat ook best enthousiast, omdat je dacht dat het zo... Dat is die manipulatie. Je denkt dat het zo hoort. Je denkt ook dat je het voor God doet. Dus daarom hou je het nog een hele tijd vol. Maar achteraf blijkt dat dus dat helemaal niks met God te maken heeft. Beter gezegd, God heeft niks met die organisatie te maken. Die organisatie, die Jehova's getuigen, stond de laatste jaren meermaals ter discussie. Naast de impact van het compleet uitsluiten van ex-leden zijn er ook verhalen over seksueel misbruik binnen de organisatie. En gaan er stemmen op om de doop van minderjarigen aan banden te leggen. In het leven van Jehova's getuigen speelt de doop een belangrijke rol. Ze zijn daarna gebonden aan de wetten en regelgeving van de Jehova's. Ze zijn vanaf hun doop officieel lid van de organisatie. Met soms grote gevolgen voor hun toekomst. Zij gebruiken kinderen waarvan duidelijk is dat die kinderen niet hetzelfde ontwikkelingsniveau hebben als een volwassene. Maar daarvoor zijn het kinderen. Dat zij die een zogenaamde keuze laten maken. Overigens is dat dan een keuze die na jaren van zware indoctrinatie en programmering eigenlijk tot stand komt. In veel religieuze stromingen worden kinderen gedoopt. Bij de katholieken en in sommige protestante kerken gaat het dan om baby's. Bij andere protestante stromingen worden juist volwassenen gedoopt.
Hoogleraar en theoloog Peter Nisse ziet zo'n duidelijke grens bij Jehova's getuigen niet. In principe is daar toch wel het uitgangspunt dat iemand volwassen is als die gedoopt wordt. Want hij gaat een keuze voor het leven maken. Maar het komt ook wel voor dat er tieners zijn die gedoopt worden. Heel belangrijk is bij hen dat het, je zou kunnen zeggen, een life-changing event is. Je maakt een keuze voor het leven. Je wijdt je toe aan de dienst van Jehova. Dat heeft dan implicaties voor de rest van je leven. Dat is natuurlijk bij de grote christelijke kerken minder het geval, omdat iemand die als baby gedoopt is, die is zich daar niet van bewust. Bij Jehova's getuigen is die nadruk op de implicaties die die doop heeft, die is heel groot. Het probleem zit eigenlijk in die grijze zone. Jehova's getuigen wijzen de doop van zuigelingen, dat wijzen ze af. Mensen moeten wel zelf tot die keuze kunnen komen, maar kunnen kinderen van, zeg even middelbare schoolleeftijd, kunnen die dat al? Hè? Kunnen die verantwoordelijkheid al dragen? Dat is denk ik inderdaad iets waar je serieuze vragen bij kunt stellen. Sommige ex-Jehova's beantwoorden die vraag nu met nee. Tieners kan je nog niet die verantwoordelijkheid geven. We hebben het vandaag over die kinderdoop en de impact daarvan. Kun je als 15-jarig kind de impact overzien? Nee, absoluut niet. Het is een hele emotionele beslissing die wordt gemaakt op basis van je devotie, zeg maar. Je gevoel van, en je wil ook bij de groep horen. Er zijn allerlei facetten die daar invloed op hebben. Maar echt goed geïnformeerd zijn van wat de gevolgen zijn als je niet aan de regels houdt, dat kan je nog helemaal niet overzien. Als je 15 bent? Nee, ik ken ze die echt met 9, 10-jarige leeftijd, 11-jarige leeftijd. Mijn man was 13 toen hij werd gedoopt. Dus dat was ook iets waarvan met 12 jaar wilde hij dat al. En het werd ook door zijn ouders zo van, dat vond ze wel erg jong. Maar het werd wel aangemoedigd om, zeker met 13, om die beslissing wel te nemen. Ja. In de regel zijn kinderen voor hun 16e gedoopt. Gideon kent zelf een voorbeeld van een meisje van 8 jaar. Zelf heeft hij een redelijk liberale opvoeding gehad. Daardoor is hij zelf verhoudingsgewijs pas laat gedoopt, toen hij al 22 jaar oud was. Het is eigenlijk de regel dat je eigenlijk altijd wel voor je 16e gedoopt wordt. Maar kun je dan wel een beslissing nemen voor het leven? Nou ja, dat moet je je dus afvragen. Want het contract wat je eigenlijk ondertekent door ja te zeggen tegen een paar vragen, dat teken je eigenlijk met je eigen bloed. Het is een contract voor het leven. Je kan daar ook niets meer onderuit. De mogelijkheid om dan uit deze religie te stappen is er wel. Want dat roepen ze dus altijd van, nee, maar je hebt vrijblijvend. Het is vrijblijvend, je hebt de keuze om er zelf uit te stappen. Maar je weet ook, als ik eruit stap, mijn hele familie zit in deze religie. Sommige mensen hebben hun werk zelfs in deze religie. Je weet, ik raak dat allemaal kwijt als ik er nee tegen zeg. Dus je kan die beslissing niet nemen. Een kind van 8 kan niet de Vodafone shop binnenlopen en daar een abonnement voor haar telefoon afsluiten. Want dan zeggen ze van, hey, je bent 8, waar zijn je papa en mama? Maar je mag wel een contract afsluiten. Voor je leven. Kijk, als wij bij een sportvereniging of bij iets anders gaan, dan kun je zeggen ik ga erbij en als het me niet meer bevalt, dan stop ik ermee en dan zijn er geen consequenties. Maar hier is dat heel anders. Als je hier bij Jehova's getuigen nadat je gedoopt bent stopt, zijn er altijd consequenties. En wat zijn die consequenties dan? De consequenties zijn op zijn minst dat je dus door de familie en vrienden die er wel in blijven, als jij eruit stapt, zo behandeld wordt dat je in ieder geval niet meer als volwaardig mens behandeld wordt. En in de meeste gevallen gewoon echt buitengesloten wordt, dat er geen contact meer is. Het zijn dit soort verhalen die voor Henrik Dalem uit Alten aanleiding waren om de stichting Against Watchtower Shunning op te richten. Belangrijkste doel is een wettelijk verbod op shunning. Het sociaal doodverklaren van ex-Jehova's getuigen. Maar ook wil hij dat minderjarige kinderen of tieners niet meer gedoopt worden voordat ze groot genoeg zijn om die keuze te maken. Ik ben de afgelopen 9 maanden heel wat ex-Jehova's getuigen afgereisd. Ook bij families geweest, zoals men dat in de organisatie noemt, huisgezinnen die verdeeld zijn. Ja. En dan zie je kinderen van 11 en 8 jaar die zeggen, ik wil geen Jehova getuige meer zijn, want bij papa of mama die het nog is, mag ik geen kerst vieren.
dat moet ophouden, Henry. En wij weten dat jij daarvoor vecht. Ja, en dan zijn dat kinderen die dat tegen mij zeggen. Eentje is 8 jaar, eentje is 10 jaar en eentje is 13 jaar. Nou, dat is, en dan weet ik het waar ik het voor doe. Henry is ooit als pleegkind door de Raad voor de Kinderbescherming in een Jehova's getuigengezin geplaatst. Veel tastbare herinneringen heeft hij niet aan die tijd. Er zijn nog wel foto's van zijn doop als 17-jarige. Dit zijn mijn doopfoto's. Mag ik kijken? Volledige onderdompeling. Klein mannetje nog, hè? Ja. Zie je dat? Ja, dat is... Je weet heel de rijkwijde niet van die doop. Echt. Nee. Volledige onderdompeling. 2 mei 1992. In een reactie op vragen die we voorleggen aan de organisatie in Nederland, schrijft een woordvoerder van de Jehova's Getuigen het volgende. Jehova's Getuigen hebben geen kinderdoop. En kinderen die in gezinnen van Jehova's Getuigen opgroeien, worden niet per definitie gedoopt. De doop is een persoonlijke keuze van ieder individu die niet onder dwang gebeurt. Ook wijst de organisatie erop dat de mening van ontevreden ex-leden niet als representatief of als waar moet worden aangenomen. Gideon heeft 2 dochters van 12 en 17 jaar, maar die ziet hij heel weinig. Zijn grootste angst is dat hij zijn kinderen misschien wel helemaal nooit meer zal zien als ze eenmaal gedoopt zijn. Zijn jouw kinderen gedoopt? Nee. Alle 2 niet? Nee, godzijdank niet. Nee, en ik heb ook tegen mijn oudste gezegd, als jij je wil laten dopen, ik ga daar tot je 18e voor liggen. Want ik als ouder moet daar natuurlijk toestemming voor geven. En dat gaat bij mijn jongste ook gebeuren. Ja, absoluut. Ik kan het niet, zeg maar... Ik kan het niet aan mezelf verantwoorden dat hun die keuze gewoon nu maken. Dat wil ik gewoon niet. Maar zolang zij niet gedoopt zijn, je zegt godzijdank, ja, mogen zij nog contact met jou hebben? Ja, in principe wel. In principe wel. Maar dat gebeurt ook niet. Mijn oudste wil mij helemaal niet meer zien. Dus die heb ik nu al maanden niet meer gezien. En in de afgelopen 2 jaar, nou ja, dat is ook echt letterlijk op 1 hand te tellen. Nou, misschien op een hand en 1 vinger. Maar dat is het dan ook wel. En mijn jongste zie ik ook veel te weinig. Ja. En als we kijken naar de ouders. Hè, we zitten als gezin, zeg maar, binnen Jehova's Getuigen. Ja. En één van de ouders treedt uit. Ja. Hoe moet dat kind dat gedoopt is dan met die ouder omgaan? Dan krijgen ze ook, niet alleen in de lectuur, maar ook in de lezingen. En zo krijgen ze te horen. Er wordt heel veel gesproken over hoe om te gaan met een uitgeslotene. Er wordt ze ook... continu vertelt dat het niet omgaan met een uitgesloten persoon een daad van liefde is. He, dus het wordt voortdurend geframed op een manier dat ze zich slecht voelen en schuldig voelen als ze wel contact hebben met de ouder. Er wordt zelfs gezegd dat mensen die afvallig zijn, die worden ook geportretteerd als kinderen van Satan, als beïnvloed door demonen. Om zijn kinderen meer te kunnen zien, heeft Gideon even overwogen om terug te keren bij de gemeenschap. Er kwam een zogenaamd herstelgesprek, maar hij wilde niet aan de eis voldoen. Afstand nemen van zijn toenmalige verloofde, de vrouw met wie hij nu getrouwd is. En toen stelde ik ook weer oprecht de vraag, maar hou je ook rekening met die vrouw? Weet je wel? Ja, maar Jehovah gaat voor haar zorgen. Jehovah gaat voor haar zorgen, oké, maar nou, hoe dan? Weet je wel, zo... Gideon ziet door alles uiteindelijk af van een terugkeer. Dat heeft consequenties voor de relatie met zijn oudste dochter. Na een lang gesprek dat ze samen voeren, neemt zijn dochter een heftig besluit. En uiteindelijk heeft zij de beslissing genomen om mij dan te shunnen, zoals dat dan heet. Sociaal dood te verklaren. En ja, een hele lieve brief kreeg ik. Weet je, ik word er nu ook weer emotioneel van als ik aan denk, maar... Ja, ze schreef in de lijn van papa, weet je wel, bedankt en je bent de liefste papa en je bent mijn jeugdheld, maar jij hebt deze keuze gemaakt. Dat is eigenlijk, dat was de boodschap. En jij hebt deze keuze gemaakt, ja, dan weet jij wel, zeg maar, waar ik het dan over heb. Dus die heb ik nu al maanden niet meer gezien. Hè. Nou weten we dat bij een normale scheiding een kind al vaak in een loyaliteitsconflict komt, hè? Ja. Ja. Maar hier is dat dus nog veel erger, want er zit niet alleen, je hebt niet alleen die andere ouder, maar er zit een hele organisatie achter. Ja, een hele, het is eigenlijk een subcultuur. Er zitten een hele groep mensen omheen die allemaal er iets van vinden en die allemaal versterken dat dat de waarheid is en dat het kind op die manier moet kijken naar die ouder. Er wordt ook heel erg
passief-agressief gereageerd. Met van, ach, hè, wat zielig voor jou dat je ouder eruit is. Wat een verdriet heeft die ouder veroorzaakt. Hè, die wordt voortdurend geportretteerd als de bron van het kwaad. Als de bron van de stress die er is ontstaan in de familie. De liefde is onvoorwaardelijk. Alleen de manier waarop ze het kunnen laten zien, die is voorwaardelijk. Want als ze wel voor contact met jou zou kiezen, dan zou dat aan die kant weer consequenties hebben voor haar. Ja, ja, tuurlijk. Je kan daarmee eventueel je plek in het paradijs zeg maar, verspelen. En dat is natuurlijk, deze hele organisatie is natuurlijk gebaseerd op een angst. Als ik iets verkeerds doe, dan kom ik niet door Armageddon heen en kom ik dus ook niet in dat paradijs en zie ik mijn overleden geliefde niet bijvoorbeeld. Nee. Weet je wel, zo. Nee. Dat is natuurlijk de belofte. Dus het is angst. In België werden de Jehova's getuigen vorig jaar veroordeeld wegens de gevolgen van sociale uitsluiting voor ex-leden en voor de aanzet tot discriminatie, haat en geweld. Maar onlangs draaide het Hof van Beroep deze uitspraak terug. Dit tot grote teleurstelling van Henry en zijn stichting. En op alle punten kreeg het landelijk bestuur van Jehova's getuigen in België helaas onterecht hun gelijk. Dat was een domper, om het even zacht te zeggen. Maar zak dan niet de moed in jouw schoenen, hè? Laat ik zo zeggen, zo'n moment is niet leuk. Maar je kunt weten dat het gebeurt. De uitspraak in België weerhoudt Henry er niet van om in Nederland ook een rechtszaak aan te spannen. Hij zet in op een collectieve aangifte die zowel civiel als strafrechtelijk tot de procedure moet leiden. En ik heb ook gezien dat er bepaalde fouten misschien zijn gemaakt in het proces in België. De situatie is hier heel anders. Gideon hoopt op een aantal veranderingen bij de Jehova's getuigen. Maar daarvoor zal politiek Den Haag in beweging moeten komen. Maar je hebt ook hele jonge mensen die gewoon op hun 18e uitgesloten worden. Soms gewoon op straat worden gezet door papa en mama omdat ze uitgesloten zijn. En die vallen in een heel diep gat. En daar moet een soort van vangnet voor komen. Dat is eigenlijk stap 1. En stap 2 zou eigenlijk een stap moeten zijn, zeg maar, vanuit de wet of vanuit de overheid om te kijken naar het shunningbeleid. Minister Weerwind gaat in september, heeft hij een onderzoek aangekondigd, dat gaat ook gebeuren. Dat is ook wat breder als Jehova's getuigen, maar Jehova's getuigen zijn daar natuurlijk ook gewoon onderdeel van, omdat het een gesloten gemeenschap is. En er komt dus een onderzoek naar dat shunning. Daar moet ook iets aan gebeuren. En dat gaat niet 1, 2, 3. Ik geloof ook niet, zeg maar, dat binnen één generatie is opgelost. Er is er alles aan gelegen om deze doctrine te houden zoals het is. En daardoor vechten zij zich dus ook het elastiek uit hun onderbroek om te zorgen dat shunning gewoon blijft. Maar eigenlijk moet er vanuit de overheid daarnaar gekeken worden. Vanuit de rechtsgang moet er gekeken worden. Uiteindelijk is het gewoon aanzetten tot haat en discriminatie. Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP, stelde al eerder vragen in de Kamer over het shunnen. In een reactie op deze uitzending zegt hij onder meer: het is schadelijk om verstoten te worden uit de gemeenschap en zelfs door de eigen naasten. Dat is een vorm van psychische mishandeling. Ik vind dat er naar mogelijkheden gezocht moet worden om dit aan te pakken. Nu is er een stichting die wil de kinderdoop laten verbieden. Heeft dat enige kans van slagen? Ik denk niet dat dat enige kans van slagen heeft, omdat we in Nederland een sterke traditie kennen van scheiding van kerk en staat, kerk en religie. Dus de overheid zal eigenlijk nooit ingrijpen in het interne gebeuren van religieuze gemeenschappen, tenzij daar iets gebeurt dat nadrukkelijk tegen een bedreiging voor de openbare orde vormt of tegen het strafrecht ingaat. Dus de kwesties van misbruik zijn daar een voorbeeld van. Daar gebeurt iets wat strafbaar is, dan grijpt de overheid in. En daarom denk ik dat een kans op dat de kans op het verbieden van de kinderdoop bij Jehova's getuigen heel gering zal zijn. Want dan gaat ook de vraag ontstaan, hoe zit het dan bij andere kerkgenootschappen die zelfs baby's dopen, die zelfs zuigelingen dopen. En eenmaal gedoopt is altijd gedoopt, zegt de kerkelijke leer. Volwassenen kunnen zeggen, daar kies ik voor of kies ik niet voor. Maar kinderen hebben die mogelijkheid niet. En daarom zou de overheid die kinderen moeten beschermen, in ieder geval tot het 18e jaar, zodat zij niet zich laten dopen. En dus officieel een contract aangaan met die organisatie waar ze later niet, of in ieder geval niet zonder kosten, weer uit kunnen. Ik denk dat het wel heel goed is wanneer vanuit de samenleving,
wellicht ook vanuit de overheid, er bij Jehova's getuigen op aangedrongen wordt om die leeftijdsgrens hoger te plaatsen. Mensen te vragen pas zo'n beslissende keuze voor het leven te maken, als ze ook op andere terreinen dat soort beslissende keuzes kunnen maken. En jouw jongste dochter, hoe is het contact met haar? Je zei, ik zie haar ook veel te weinig. Ja, die zie ik veel te weinig. Die zie ik nu eigenlijk één keer in de week, een paar uurtjes. En als we samen zijn, hebben we het fantastisch en het is superleuk en het is een schat van een meid. Ik neem die kinderen ook nooit iets kwalijk, hè, want die kinderen kunnen die beslissing zelf niet nemen. Die beslissing is voor hun gemaakt. Dat is eigenlijk wat het is. En het zijn alle twee schatten van meiden met het hart helemaal op de goede plek. Alleen zij weten gewoon niet beter. Mijn jongste zie ik nu dan een paar uurtjes per week. Maar ja, als ik haar dan vraag van, joh, je hebt toch ook een papa nodig, weet je wel, die je vaak waar je mee omgaat. En dan wordt er letterlijk gezegd van, Jehova is mijn vader. Ja. Ja. Dat is bizar. Ik ben nu bezig met een brief aan mijn dochter. Dus ik wil zeggen, hij komt eraan, maar papa duurt een beetje lang. En waarom ben ik er zo lang mee bezig? Omdat het is een brief aan iemand die je misschien nooit meer ziet. Zo begin ik ook mijn brief met, wat zeg je in een brief die je stuurt aan iemand die je wellicht nooit meer ziet? En dat, ja, het is te bizar, maar elke keer als ik eraan begin, ik moet ook... Dan open ik het document, weet je wel, zo, en dan wil ik eraan beginnen en ik ben helemaal kapot. Je kan mij gewoon 3 dagen oprapen omdat ik gewoon aan een brief aan het... Ik ben een soort van afscheidsbrief ook, terwijl dat meisje gewoon nog geen uur rijden van me afwoont. En een vader heeft die prima voor haar kan zorgen. Weet je wel, en ja, precies dat. En we alle twee van elkaar houden, want dat is natuurlijk ook wel duidelijk. Het is niet zozeer dat ze aangeeft van, papa, wat ben jij een rotvader geweest? Of een of andere sukkel die mij altijd alleen heeft gelaten. Ik hou van je, maar ik mag het niet tonen. Dat is wat het is. Loopt u ook vast in een strijd die u voert? Laat het maar weten.